Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag is het weer een action shoplog. Kleine prijzen, grote glimlach. Action. Let's go. Ja, we zijn dus naar de action geweest net. En ik heb een hele rugzak vol. Ik kan hem niet optillen, zo zwaar is hem. En ja, let's go. Ik ga proberen dat er niet uitvalt. Als eerste heb ik hier Aquarius Red Peach. 1 blikje en 2 blikjes. Aquarius Red Peach. Ik zag hem daar liggen, ik zeg, waarom niet meepakken? Dan heb ik 1 en 2 flesjes Sprite. Voor de Sprite Challenge te doen. Als jullie het niet kennen, ik ga de Sprite Challenge binnenkort opnemen op mijn YouTube kanaal. Dus ja, binnenkort een Sprite Challenge. Dan heb ik iets nieuws gevonden. Baja Breeze Laid Back Lemonade. En het ziet er iets heel lekker uit. En ik ga het ook eens proberen in een taste test. Dan heb ik hier Uludag Gazoz originele Turkse... Turkse frisdrank dus. Dan heb ik de smaak orange van mee. En de smaak... Ja, een gewone smaak. Ik weet niet wat dat inhoudt. Gaan we ook eens proeven in een taste test. Dan heb ik nog Baja Breeze Chilo Cherry Lemonade. Ook iets nieuws in action meegebracht. Ik denk dat dat is voor de zomer. Dan heb ik 2 flesjes Mountain Dew meegebracht. Ik wou een Mountain Dew. Dan heb ik Arizona Iced Tea with Peach Flavor. Let's go. Heb ik er eentje van meegenomen. Dan heb ik nog Baja Breezy Blueberry Lemonade. Ook voor de taste test die ik binnenkort ga opnemen. Over enkele dagen. Dan heb ik hier AA Drink High Energy. 1 blikje en dan... Nog een blikje normaal gezien. Ja, ik heb nog een blikje. 2 blikjes AA drink, high energy. Dan heb ik nog Dr. Pepper. 450 ml flesje. Dan heb ik Arizona Mucho Mango Kobe cocktail. Ook meegenomen. Eigenlijk is het dan meestal de Arizona Hall. Dan is Strawberry Lemonade Arizona met fruit juice en honey. Let's go. Dan heb ik Arizona Kobe cocktail fruit punch, fruit juice cocktail meegenomen. Let's go. Dan heb ik Arizona original green tea with honey of and honey. Dan heb ik 2 flesjes cola zero. Ik denk dat ik dat mee ga nemen naar het werk. Dus ja, let's go. Dan heb ik een flesje 7-Up, gewoon voor de regular dingen. Dan voor de regular dingen ook nog 3 flesjes Pepsi Max. Daar gewoon de regular dingen meegenomen. En ja, dat was het zo'n beetje. Met heel mijn rugzak is leeg. En nu gaan we bespreken op hoeveel het uitkomt. Oké. De Pepsi Max was 3 keer 75 cent. Dat was dus 2,25 euro. De Cola Zero was 2 keer 77 cent. Dat was 1,54 euro. De Arizona Lemonade Aardbei was 89 cent. Mucho Mango was 89 cent. Green Tea was 89 cent. Fruit Punch was 89 cent. Dr. Pepper was 89 cent. 7-Up was 75 cent. De Mountain Dew was 1,58 euro, was 2 keer 79 cent. De AA High Energy Drink, AA Drink High Energy, dat was 1,48 euro, was 2 keer 74 cent. De Uludag Gazoz Blik was 59 cent. Uludag Orange Blik was 59 cent. De Baja Breeze was 84 cent. Dan de Arizona Green Tea 500 ml. Dat is 90 cent. Green Tea Peach, zal ik het zo zeggen, ja. De Sprite was 2 keer 70 cent, was 1,54 euro. En de Aquarius was 2 keer 79 cent, was 1,58 euro. En in totaal heb ik dus 19,76 euro uitgegeven aan 25 artikelen. Dat is eigenlijk nog wel te doen, vind ik. Het mag ook niet duurder gaan, vind ik. Dus ja. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En ik heb nu weer 3 video's te editen. Dus ja, ik heb 2 video's op 3 video's op 2 dagen opgenomen. Dus ja,
Future Dylan, bedankt voor het editen voor deze video. En ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en ik zie jullie graag in de volgende video weer. Bye bye. Bye bye!